Ja, een hele goede morgen. Zondagmorgen. Wat is er mooier? Wakker te worden en het sneeuwt. En inmiddels heeft zich, na 2 uur lichte sneeuw, nu wat meer, een mooi laagje sneeuw gevormd. Ook hier in Termen in Oberwallis. En het sneeuwt zelfs tot in de dalen. Ja, de afgelopen week hebben we natuurlijk heel mooi, rustig, hoge drukken weer gehad. Lage dauwpunten overdag, lichte vorst, matige vorst, hoge dalen, zelfs strenge vorst. Ja, en als je even goed kijkt, dan zie je dat ik hier op water sta. Bruffevoren water. En wel, het water van onze vijver. En dat is de afgelopen week, is dat gewoon hartstikke bevroren. Heel mooi zwart ijs. De ijslaag is ongeveer 12 tot 15 centimeter dik. En ja, je kunt het zien, geen enkel probleem. Dat draagt mij, ik zou er ook kunnen schaatsen. En ook die watertjes, die stilstaande watertjes hier in de dal op 600 meter. Daar ligt een hele dikke laag ijs op. En die wordt op dit moment bedekt met een dikke laag sneeuw. 20 tot 40 centimeter kan er in de Noordstaal gaan vallen. Morgen nog een storingje, nog wat meer sneeuw. Maar dan vooral die meer naar het oosten toe, die oostelijke noordkant. Ja, en dan wordt het zachter. Er komt een hoog in, dat schuift door naar Oost-Europa. Zuidwestelijke stroming, vooral in die bergen gaat het dan markant opwarmen. Voor zijn grens naar 3000 meter. Maar dan, vanaf het weekend. Het lijkt er toch op dat die warmteperiode die er nu gaat aankomen, toch niet zo heel lang gaat duren. Vanaf het weekend zien we opnieuw dat hoog op de Atlantische Oceaan naar het noorden toe kan. Er komt weer een noordwestelijke stroming in. Maritiem polaire lucht probeert weer naar het zuiden toe uit te stromen. Ja, en ik heb er eigenlijk wel best vertrouwen in dat het weer gaat lukken. Dat we juist in het weekend of begin volgende week opnieuw evalueren naar een koude weertype. Met weer sneeuw en dan vooral sneeuw aan de noordkant. Het is nog vroeg hoe dat allemaal in detail zich zal gaan ontwikkelen. Dat gaan we natuurlijk de komende dagen voor jullie vervolgen. Ik zou zeggen, volg het allemaal op www.alpenweerman.nl. En natuurlijk, blijf ons volgen, ook op Facebook en op Twitter. Een hele fijne zondag en later waarschijnlijk nog meer vanuit de sneeuw in de Alpen. Ciao.